Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Almodus Games. En vandaag gaan we weer lekker een keertje Murdered Soul Suspect spelen. Het is weer een hele lange tijd geleden dat we dit hebben gedaan. Stiekem was het een week, maar dat maakt even niet uit, want vandaag gaan we weer lekker verder. En vandaag ga ik het ook, vanaf vandaag ga ik het even wat vaker doen, dit is een leuke spel. En als je dit spel niet kent, dan moet je dat wel even denk ik gaan checken, want anders snap je er helemaal niks van. Want er zijn geesten en andere rare dingen. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Ik heb nu het pauzeschermpje, want ik ging eventjes ging ik even ergens heen lopen of zo. En toen gebeurde een hele filmscène, je weet wel wat ik bedoel, gewoon een stukje film. En toen dacht ik van, oh, dat moet ik natuurlijk wel even aan jullie laten zien. Dus here we go, jongens. And bear witness to the righteous proceedings of a trial of a most heinous nature. Of hebben we dit al eerder gezien? Volgens mij wel, ja. Dit hebben we eerder gezien. Jeetje. Ja, oké, leuk. Dit hebben we al gezien. Oké, doei. Zo, oké. Hier zijn we, jongens. En de vraag is, we zijn bij dit museum. Is de Scala linked to the Bellkiller murders somehow? Dus we moeten kijken of dit iets te maken heeft met de Bellkiller. Dus heeft dit museum iets te maken met, met de Bellkiller? Dus dat gaan we nu even onderzoeken. En we gaan van alles, gaan we eventjes inspecten. Zoals dit. Shame. En wat hebben we hier voor berichtje? Even kijken. Must be a pretty effective way to publicly shame people. Nou, oké, ik vind hem al best. Ik vind het hartstikke leuk. En of we het ook leuk van de week niet. Dit hele mooie schilderij. Dus kijk eens aan. Zo, hé. Hey. Salem Witch Trial Judgment House. Owned by Judge Hathom, one of the most influential judges during the witch trials. This historical mansion also served a courtroom for many of the trials and sentencing hearings during the hysteria that blanketed Salem in 1692. Nou, ik vind hem wel best, maar we hebben een nieuwe clue erbij. Dat vind ik het mooie. Hé, hey, mooie steen. Kijk eens aan, een mooie bloedvlek. Hier waren we vorige keer. Dat is een crackgeluidje. Of niet? Nee? Oké, leuk voor je. Dit hadden we vorige keer ook gedaan, jongens. Maar ik ben het even vergeten om eventjes opnieuw te spelen. Maar dat maakt even niet uit. Kom op, hallo. Dat is toch geen... Jeetje, wat een zeikert toch. Dan moet deze het zijn. Nou, there we go. Oh nee, die man is... Demonic contact with the dark forces. Die lag er gewoon even onder. Nou, lekker dan. Lig je onder de steen? Dan kan je letterlijk echt zeggen van... lig je onder een steen of zo? Want heel vaak zeg je bijvoorbeeld... Als je iets bent vergeten of je hebt er nog nooit van gehoord. Bijvoorbeeld stel, ik zeg nu van loombandjes. Zeg je van, ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. En dan zegt iemand wel eens meestal terug van... Wat? Meen je dat? Heb je er onder een steen gelegen of zo? Maar dit keer echt. Oké, kijk eens aan. Wasn't something like this used in a Bellkill murder? Sophia? Volgens mij, ik weet het even niet meer. Nee, Sophia niet. Ik denk... Burn to death. Oh, we moeten er een paar kiezen. Dan, numbness? Nee. Oké, doei. Oké, we moeten weer opnieuw. Oké, even kijken. Ik weet zeker dat het burn to death is. En torture. En Rose. Yes, we got it. Yeah, we do it. Oh, there she goes. Oh, dat was ook waar. Ook, dat waren die twee zusjes, hè? Ja, ik heb dit spel al een week niet meer gespeeld. Maar ja, hey, sorry hoor. Hey. Ik moet een beetje bijkomen. Oké, wat zien we hier? Een hele mooie stoel hangen. Kijk eens aan. Wasn't something like... Oké, dus dit zijn dingen die hier staan in dit museum. Zijn dus dingen wat de Bellkiller misschien ook heeft gebruikt. Waar heeft dit mee te maken? Heeft het niet te maken met dat meisje die niet durfde te praten of zo en wist niet dat we haar gingen helpen. Waar we dat ook hebben geleerd van hoe we moeten teleporteren. En volgens mij heet ze Sophia. Volgens mij wel. En water en drown. Volgens mij is zij toen... ja, kijk, we gaan het nu zien. Ja, kijk, dit meisje. Die is toen zo verdronken. En daarom zag ze zo verminkt uit ook toen. Nou, ik onthoud dat gewoon. Ik ben echt een goede jongen vandaag. Zo, hé. Hier is de stenen jongen weer. Misschien kunnen we hier nog wat mee. Focus, kijk eens aan. En dan gaan we hier nog eventjes op bedenken. Oeh, wat is dat voor geluid? Ik denk dit. Ja? Oké, we hebben hem goed.
No. Oh, dat is zij, jongens. Bij het hele begin. It is time to pay for your sin. Oh nee, dat is erg. Dat is dat meisje van het hele begin. Die ons ook heeft laten zien wat we allemaal kunnen doen. Bijvoorbeeld, we kunnen niet door muren lopen en alles. Maar we kunnen nu conclude the investigation. The killer used torture devices like this to kill his victims. Why kill them like witches? Ja, dat weet ik niet. Oh, dus... Oh, de heksen werden zo... Natuurlijk. Natuurlijk werden zo de heksen vermoord. Dat zagen we ook net met dat heksenhuis. Nou, dan gaan we er even lekker heen. Hey, 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 hey. Nou, dan gaan we daar eventjes lekker kijken, inderdaad. We gaan nu even naar de... even naar boven, jongens. Want daar is een... Get to... Jeetje, jeetje, jongens. Opeens komt er een trein voorbij. Een restoration room. En dat is... Oh, nee, nee, niet dit. Oké, we moeten er letterlijk voorbij rennen. Oké, er komt weer een trein. Hey! Oh, toen ging... Ik wist niet dat we dood konden gaan. Ik vind het echt zo raar. Hallo, we zijn toch een geest. Like, holy damn, jongens. Kom op, zeg. Oei. Dat was close. Oké, waar moeten we heen, jongens? Ja, daar vraag ik me wat. Oh, we kunnen... Nee. Oké, nu ben ik een beetje benieuwd waar we heen moeten, jongens. Straks ga ik weer dood door de trein. Oké, bijna. Rennen, Roy. Oeh, dat was zo close. Dat was zo close. Ik vond het eng. Gadverdamme. Oké, waar moet ik in godsnaam heen? Ik heb letterlijk geen idee waar ik heen moet. Oh, wacht. We kunnen natuurlijk teleporteren. Wat doe ik nou weer moeilijk? 1, 2. Oké, teleporteer me even daarheen, Roy. Waarom zit die trein hier? Ja, hey, gast. Ik moet toch weg. Ik moet hier toch weg. En dan komt er een verdomme trein. Holy moly. Oké, ik ga hier maar gewoon weg. Ik weet niet of we hierheen moeten, jongens. Ik neem het aan van wel. To second floor stairs. Ja, we moeten hier inderdaad heen, jongens. Gadverdamme. Gadverdamme. Maar hoe moeten we hier in godsnaam verder? Staat daar een bordje links? Ja, we moeten hierheen, jongens. We moeten serieus hierheen. Ze moeten rennen voor ons leven steeds. Maar... We kunnen het niet. We kunnen letterlijk niet rennen. Wat een... wat slecht. Oké. Ja, komt hij weer, hoor. De trein. Oh, nou, wat bijzonder. De trein komt. Weet je, ik ga hier zo bad van, hè. Ik ga hier zo bad van. Oké, 3, 2, 1. Oh, opeens komt er een trein. Oh my god, ik schrik me dood. Oh, nee. Oké, nu wachten we op de volgende trein. En dan gaan we er voorbij lopen. Oké, ik ga nu hier staan. Oh, nu ga ik niet dood. Oké, even kijken. Oké, daar gaan we nu heen. Oké, even wachten. En dan gaan we gewoon teleporteren erheen. Zo, kijk eens aan. Oeh, ik ging bijna weer dood. Zag je dat? 1 en 2, daarheen. Oké, zijn we er bijna? First floor gallery. Nee, daar moet ik niet heen. Oh, we moeten daarheen, jongens. Zo, kijk eens aan. Oh, we doen het gewoon even. Kijk, dat doen we gewoon zo even. Zo makkelijk was het gewoon. Nou, wat maak ik er toch weer een groot probleem van, jongens? Jeetje, jantje, mijn krant. Oké, here we go. We zijn er weer. Is dat een demon wat hier hangt? Wat de hel hangt hier? Zagen jullie dat? Ik weet niet of jullie dat zagen, maar het zag er niet goed uit. En hier ligt weer wat, jongens. Even kijken. Een steen. Hey, een steentje. Maar, we moesten hier naar de restauratiekamer. To third floor stairs. Nee, maar het was toch de tweede vloer? Of de verdieping? Ik weet het even niet meer. Maar we kunnen denk ik maar even beter daar gaan kijken. Want, nee, ze zei upstairs. Dus het kan overal zijn. Oh, kijk, hier moeten we heen. We lopen goed. Oh, daar heb je er, jongens. Wat komt zij hier nou weer doen? Hello. I told you to look after Iris. You're not the boss of me. Jawel. Nee, eigenlijk niet. I found a bunch of stuff downstairs. Bell Killer is offing his victims as if they're witches. I'm heading upstairs to see what else I can find. Nou, ik vind hem goed. Ze mag met me mee, maar als ze maar wel even op die Iris let. Follow me, then maybe you would have stayed at the church. Ik hoor demonenvlekken, jongens. Letterlijk demonenvlekken. Nee, oké. Steentje, kom hier. Hoppakee, die gaat lekker in mijn broekzak. Lekker een steen mee. Hartstikke gezellig. Oké, wat gebeurt hier? Keep an eye out for security cameras and alarms. Uh-oh. Thanks for the tip, but this isn't even my first break-in today. Nou, ik vind het helemaal goed, maar straks gaat gewoon het alarm af. En dan heb jij het weer gedaan.
Ja, Joy. Let maar op. Oké, hier staan dus allemaal dingen. Yes. Inderdaad, dus we gaan nu eventjes weer dingen bekijken. En wat clues denk ik doen. 14 clues. Oké, jullie vragen er me wel om, hè. 14 grote, lelijke clues. Nou, ik neem een steen mee. Hey. Je bent zo goed als een kei. Je bent echt een kei, keigoed hierin. Wat? I don't know. Focus, wat is dit? Dit zijn twee... Het lijkt me een crystal necklace, of niet? Ja, het geluid, jongens. Ik praat er misschien doorheen, maar... My apologies. It will always belong to you. For shame, Bridget. This shroud of your conversations with the spirit world will surely condemn you as a witch. Uh-oh. Zij was een heks. Uh-oh. Puritan mediums were witches. Oké, dus die vrouw was een heks, jongens. Een lekker heksje. Lekker heksje. Oké, wat hebben we hier? Inspect. Dit is... Oh, dat is zo'n ding wat we net ook beneden zagen staan. Kijk eens aan. Dat heeft er ook mee te maken. Hier ligt een mooie hamer. Judgment. Dus oordeel. Wat er allemaal daarmee mee heeft te maken. List of accused. Dat zegt me helemaal niks. Dus ik ga het eventjes lezen. A notebook from the late 6300s listing those accused in the witch trails. Oké, dus hier staan mensen in die... zeg maar bij de heksen horen, als ik het goed heb hoor. Ik weet het niet helemaal, maar dat lijkt mij wel. Salem Physic. Oh, wacht. Wat kan ik hier zien? Oké, we hebben het gezien. Hartstikke fijn, we doen het voor de clues. En kijk eens aan, wat staat hier? Een mooi wiel. Any direction. Ship's wheel. Oké. Ik vind dit wel leuk. Ik vind het wel leuk om in dit museum te zijn. Ik vind het wel weer een iets nieuws. We zijn hier allemaal weer dingen aan het vinden. Wat ik wel vet vind. Beetje met een verhaal. We hebben ook andere dingetjes in het spel. Maar ik vind dit wel leuk. Een beetje met heksen. Misschien ben ik zelf ook wel een heks. Ik weet het niet. Wat? Hier staat een ton. Met wijn. Nou, ziek. Lekker hoor. Lekker, lekkerder. We gaan wel hard door die clues heen, jongens. Navigation. Ship. Dus heeft dus maken met een schip, denk ik. Want hier zien we ook weer een kanon. Civil War. Een antieke kanon. En hier zien we een kist staan. We zien van alles, jongens. Oh, hier liggen... Jeetje, een anker. Jeetje, mijn krantje. Stuck in place. Ship's anchor. En wat zien we hier? Een mooi doosje. Maar daar hoeven we helemaal niks mee. Even kijken, jongens. We moeten nog drie dingetjes. Do any of these artifacts relate to the Bellkiller case? Niet echt. Alleen moet ik er wel... Nee. Welke dingen hebben we hier al in deze kamer gezien? Wat heeft te maken met de dingen ook wat we beneden hebben gezien? Eén ding wel. Dat was dat ding wat hier lag. Hier op de foto. Dat hebben we beneden ook wel gezien staan. Misschien is dat wel even nuttig om te weten. Wie is dit? Dit is Judge. Oh, dat is geen naam, Roy. Maar dat is oordelen. Dat is het Engelse woord daarvoor. Hashtag leren met Roy. Hashtag Engels leren met Roy. Doen we gewoon even voor. Ik zou jullie best dat willen doen. Sommige woordjes. The more you know, hè. Hey, begin ik weer met Engels. The more you know betekent de meer je weet. Letterlijk vertaald dan. Maar, weet je, wat maakt het uit? Ik ga gewoon eventjes proberen om te kijken of we het nu al kunnen doen. Do any of these artifacts relate to the Bellkiller case? Oké. Dit. Sowieso. Die... ik denk deze. Nee, toch niet? Oké, nou, je zoekt het maar lekker uit. Oh, we moeten weer opnieuw. Oké, there we go. Bellkiller targets are mediums. Volgens mij wel, of nee? Ja, wel. Kijk eens aan. Oké, we moeten nog één dingetje. Witch Trail Notebook. Mij lijken niet die dingetjes die we hier allemaal zien staan. Maar mij lijkt het wel dit. Nee, oké, dan niet. Nee, we hebben het fout. Nee, we hebben het helemaal fout. Nee, we hebben het helemaal fout, jongens. Dan denk ik... nee, niet dat. Nee, dit. Oh, nee, we hebben het weer fout. Oh, shit. Ik hoop dat we het nu nog een keer kunnen doen. Natuurlijk. Anders kiezen we gewoon alles totdat het niet meer lukt. En misschien moeten we nog wat dingen vinden. Of dit. Nee. Nee, ook niet. Nee, jammer dan. Jammer, Roy. De game denkt, je zoekt het maar lekker uit.
Met je geprobeer. Alleen, ik weet het even niet. Wat heeft er nog meer te maken met de Bellkiller case wat we hier zien staan? Wijn? Geen idee. Ships Telegraph? Ships Binnacle? Wat wel zo is, er was een vrouw toen op het strand een keer en die was toen gezonken of haar boot was kapot. Dus misschien is het Ships Wheel wel. Nee, ook niet. Ik heb bijna alles gehad en dat betekent dat we nog een paar clues moeten vinden. Ja, dit ook niet. Zo, back, kom op. We gaan het nog een keer proberen. Ship is binnen, Cole. Ik denk het niet. Nee, dat dacht ik al. Oké. Nou, we hebben wel... In ieder geval hebben we er al 2, gelukkig. Dus dat is wel fijn. Ships, Telegraph, nee. En ik denk dat kanon ook niet. Oké, dan moeten we iets nieuws gaan zoeken, jongens. Want deze is het ook niet. En nu hebben we alles gehad. Dus dat betekent dat we nieuwe clues moeten vinden. En dat moet het dan sowieso zijn. Dus we moeten eventjes goed gaan zoeken, jongens, naar spulletjes. We kunnen ook niet verder dan deze ruimte gaan, want zover gaat het niet. Dus we moeten het wel even vinden. Eventjes kijken. Oh, hier zijn we nog niet geweest. Dit is Important Message. Nou, misschien is dat het wel. Laat dat even direct proberen. Important Message. En dit is hem niet. Nee. Nope. Ain't gonna make it. We moeten nog... één andere clue vinden. En dat moet hem dan zijn. Dus als we hem nu vinden, jongens, dan hebben we hem. En dan... Then we're done, son. Je. Misschien is het wel een mooi schilderijtje of zo. Wat hier hangt. Nee? Oké, dan niet, joh. Flikker dan maar op, hoor. Zoek het dan maar lekker uit. Even kijken, jongens. We kunnen niet verder dan deze ruimte. Oh, misschien is dit het wel. Nee. Grapje. Of kunnen we hierheen? Of is het dan over? Ja, dan is het over. We moeten echt in deze ruimte blijven. Investigation, inderdaad. Oké. Oei, ik wil hem even vinden, jongens. Ik wil hem even vinden. En ik loop overal lekker doorheen. Zo van, geef me een inspect knopje. Maar dat gebeurt niet echt. Dus ik ben benieuwd of we het nog wel gaan vinden ook. Hebben we dit al bekeken? Ja. Kunnen we even praten met Joy of zo? Misschien weet Joy het wel. I don't know. Dit? Nee. Oh, misschien dit. Hier zijn we nog niet geweest. Hier zijn we nog helemaal niet geweest. Hierachter. Misschien is dit het wel wat hier allemaal staat. Maar ik denk het niet. Anders deed hij het nu wel. Nope. Het moet dus echt hier binnen zijn. Maar dat moet wel heel minuscuul zijn hoor. Oh, wacht. Ik zag hier net wat op tafel. Of niet? Het leek alsof ik wat zag op tafel. Nou, ik word hier zo gescamd, jongens. Ik word echt gescamd hier. Oh, nou, hé. Ziek, hoor. Nou, jongens, dan denk ik dat we dat de volgende aflevering eventjes gaan bekijken. Ja, sorry. I'm so sorry, maar dan weten we nu al in ieder geval 13 clues. Dus dat betekent dat we de volgende keer... Anders zoek ik hem gewoon eventjes op het internet als ik hem helemaal niet meer kan vinden. En dan zoeken we hem gewoon eventjes makkelijk op. En dan kunnen we lekker verder met... Murder Soul Suspect. Jongens, ik wil u heel graag bedanken voor het kijken voor deze video. Als je het een leuke video vond, geef je een duimpje omhoog doen. Want dan kan ik zien dat jij dit een leuke video vond. En als je het ook leuk vond, doe het dan nog. Alsjeblieft, nog steeds. En dan zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe video. Op onze games, hoop ik. En trouwens, als je nog niet lid bent van Team ATG. En dat wil je heel graag, druk dan eventjes hier op het abonneerknopje naar beneden. En dan ben je ook lid van Team ATG. En ben je altijd up-to-date met de nieuwste video's. Jongens, bedankt voor het kijken. En bye-bye.